Het is inmiddels alweer een tijdje geleden dat ik ben verder gegaan met mijn mega grote superbasis. En vandaag is dan ook eindelijk weer de dag. De vorige keer dat ik heb verder gebouwd in deze basis heb ik en de zijkant zien met het grote tandwiel en de achterkant gemaakt. Alleen zoals jullie kunnen zien is de linkerkant hier nog echt enorm kaal. Zoals je kan zien, heel erg kaal. Gelukkig heb ik hier 10 verschillende chocoboxen staan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, het zijn er echt 10. Dankjewel Joris en Char voor het helpen met spullen verzamelen. En laten we deze video gelijk openen met de grootste timelapse van dit seizoen. Tot nu toe natuurlijk. Ik kreeg een aantal reacties wat mensen de oude timelapses missen waar ik niet praat. En gewoon alleen maar aan het bouwen ben met een leuk muziekje op de achtergrond. En zoals je de muziek al aan hoort komen, gaan we dat precies nu dan doen. In 3, in 2, zit erop en wat hebben we hier een mega gebouw gecreëerd. Hij is natuurlijk nog niet klaar, maar zoals je kan zien hebben we wel eindelijk gewoon een van die hele zijkanten gedaan en zelfs een nieuw gedeelte van het dak gebouwd. Dit gedeelte van het dak is nog hoger dan het twee na middens gedeelte, hoe noem je dit? Je hebt 3 verschillende hoogtes hier. Hoog, iets midden en het laagste. Dit is nog hoger dan het middelste gedeelte van de voorkant. Moet je nagaan hoe hoog dit dak daar is. Alleen omdat het zo ongelooflijk mega breed is, valt het niet op dat hij heel hoog is. Maar hij is echt heel hoog. Ik ga jullie even een kleine rondleiding geven met wat ik allemaal gebouwd heb. Ik ga proberen om puntjes te landen waar ik het duidelijk kan laten zien. Laten we eerst gewoon toch even hieronder beginnen. Hieronder hebben we verschillende kleuren lampen gecreëerd. Alsof het een soort fabriek is natuurlijk van binnen. En daarboven hebben wij een mega balkon gecreëerd. En ik vind het uitzicht van dit balkon vind ik heel leuk. Omdat je uitzicht hebt over ja, de complete span eigenlijk. Hier waar Ricky, Flora, René, Justin, Rick, Harlow en Zombo, Justin erachter, Joris' oude baas. Je hebt gewoon uitzicht op alles. En dan zou het leuk zijn om hier binnen misschien ook een soort mega ruimte, iets nuttigs te maken. Ik weet alleen nog niet precies wat. Dan hier heb ik de achterkant heb ik gewoon gekopieerd. En basically 180 graden gereid en daar gebouwd. Maar deze heeft wel alvast een verdieping erbovenop. Dus we zijn zelfs verder dan aan de andere kant. Van de achterkant ziet hij er trouwens ook wel echt al heel leuk uit. Dan dit hier zijn gewoon allemaal kleine balkonnetjes zoals je kan zien. Dan kan je gewoon leuk, hier kan je ook rondlopen al een beetje. En dan heb je gewoon leuke balkonnetjes hier. Hier met uitzicht op daar het gebied van Char. En ik weet niet wat dit voor een grote groene lijn is daar. Maar dat maakt in principe ook niet heel veel uit. Dan om op deze hoogte gelijk verder te gaan, hebben we aan de andere kant hebben we hier walnut gecreëerd. Oh. En boven het walnutbordje daar hebben we 3 verschillende buizen. Honing, amethyst en slime, zodat het fabrieksgedeelte terugkomt. Aan de andere kant van het gebouw hebben we natuurlijk dit grote tandwiel om het soort van fabriekachtig te maken. En ik denk, hoe ga ik dat nou aan deze kant doen zonder precies hetzelfde te bouwen? Ik denk, ik kan wel weer een tandwiel doen. Maar dat is natuurlijk weer een beetje onorigineel om aan twee kanten hetzelfde te hebben. Dus hier hebben we buizen met smurrie. Nog wat raampjes erbij. En dan mijn favoriete gedeelte, jongens, is deze satelliet hier.
En dan zou je zeggen, hoezo is dat nou je favoriete gedeelte? Het is gewoon simpel een satelliet. Maar ik weet niet echt vanaf waar ik dat mooi kan laten zien. Maar de satelliet is diagonaal gebouwd, jongens. Zoals jullie kunnen zien. Kijk, dit hier is gewoon recht. Maar de satelliet, het cirkeltje, is diagonaal. En dat is best wel, ja, even een dingetje om te maken. Even tricky gewoon. Maar zoals je kan zien is die goed gelukt. Is het een hele leuke satelliet geworden. Nou, hier wat leuke details. Hier nog het balkonnetje rondgedraaid. Dat betekent dat je hier echt een zieke suite kan maken. Gewoon 2 verdiepingen. Mega duur hotel zou ik hiervan kunnen maken. Yo, we gaan een hotel maken. Het is een multifunctioneel gebouw dit natuurlijk. Mijn eigen hotel openen in Content Steen. Ik bedoel Content Veen. Ik weet niet hoe ik op Content Steen kom. En ik moet nog steeds even mijn armor teruggeven aan Joris. Hé, hey, dat is een leuke jongens. We gaan van deze verdieping hier... een zieke hotelruimte. Dat gaan we ook gewoon nu doen. Ik heb nu de titel en de thumbnail van deze video bedacht. Mijn eigen hotelopening Content Veen of zo. Hey meneer KB, wat gezellig. What up, gamer? Gaming is life. Meneer KB zit op het moment in zijn super game fase. Hij is een echte gamer geworden, dames en heren. Game Nation, let's go. Als Joris deze video nog online komt, zal ik hem zijn armor teruggeven. Eat, sleep, game, repeat. Hou op! Maar laten we voor nu eventjes wat spullen pakken waarmee wij een leuke hotelkamer kunnen maken. En dat gaan we gewoon helemaal free roamen, zoals dit. We gaan gewoon blokken pakken en dan ga ik gewoon aan de slag. Ik zie wel hoe het eindigt. Oké, ik heb gewoon een aantal blokken gepakt. Laten we heel even beginnen. Ik moet waarschijnlijk meerdere keren heen en weer vliegen. Ah, we gaan een 2 verdiepingen maken. We beginnen op deze verdieping hier. Doen we een houten vloer, want houten luxe. Dit is luxe hout, jongens. Dit is luxe, modieus hout hier. Helemaal geweldig. Helemaal van deze tijd. Doen we hem tot het randje hier. En dan ga je een uitzicht hebben, hè. Je gaat me een uitzicht hebben. Geweldig gewoon. Ah, hij gaat Robloxen. Zo, dan hebben we een leuk vloertje erin gecreëerd. Hoppakee. Even die torsjes plaatsen zodat we wat licht hebben. Oh ja, dit is leuk. Ik zie het al helemaal voor me. Dit is gewoon een hotel. En dan, je moet wel vliegend erheen. Er is geen... het is het vlieghotel, jongens, dit. Je kan er niet naartoe komen met een ladder of een trap of weet ik wat. Nee, het is echt voor de echte elites die een Elytra hebben. Het Elytra Hotel noem ik dit ook wel. Met gewoon 1 kamer. Het Elytra Hotel met 1 kamer. En hij is helemaal gratis. Laten we dan heel even wel een beetje een soort van industriële er ook in houden. Door de ingang zoals dit te creëren. Zo, aan alle kanten dan ook. Hier ook weer. Hoppakee. Met wat birch bouwen we het dan netjes dicht natuurlijk. Oh, nou kijk, hier kan ik het netjes zo doen. Ja, dat gaat er leuk uitzien. Ik heb niet genoeg voor aan de andere kant. Oh nee, trouwens, er moet een plafond ook in komen, hè? Hoe is het om gewoon netjes een toch spruceplafond erin te hebben? Dan heb je een sprucevloer en een spruceplafond. Kunnen we er 2 kamers van maken in plaats van 1 hele hoge? Kijk, dan heb ik ook sea lanterns. Die kan ik dan mooi hierboven plaatsen. Dan heb je een beetje licht. Dat moet ik hier dan ook doen. Kijk, op die manier heb je een leuke lamp heb je er zitten. Oké, hoppakee, dat ziet er netjes uit. Dit begint er wel als een leuke kamer uit te zien, hoor. Je zou ook wel gewoon willen chillen. Hier doen we het bed, maar daar gaan we wel natuurlijk even een beetje een leuk bed van maken. Die toortjes kunnen ook weg inmiddels. We gaan er 1 grote ruimte van maken. We gaan niet te veel werken met allemaal gekke andere dingen. Met kamers en weet ik veel wat. We gaan er gewoon 1 leuke ruimte van maken. Hier een mooi luxe bed zoals dit. En dan doen we hier trapdoors er tegenaan. Oh, een heerlijk luxe bed. Lightning rods hier, ik weet niet waarom. Vensters ertussen, ziet er leuk uit. Een mosblokje hier met een mosblokje hier. Kunnen we een trapdoor tegenaan doen, zodat we daar... Als het goed is heb ik... Ja, ik heb deze bij me. Kijk, een shulkerbox. En in die shulkerbox zit gras, daar kunnen we gras doen. Dan geven we een beetje planten, geven het hier een beetje kleur. Gaan we een painting maken, die kunnen we dan precies hier... Oh, wacht eens even, eentje naar links nog. Hier, nee. Oh, hij is wel mooi deze painting. Jammer dat hij niet in het midden kan. Nee... Nee. Oh, wat zonde. Kom op, ik wil een mooie. Geef me even een mooie painting. Ja, we doen deze wel. De paardenrace. De paardenrace is leuk. Dit ziet er goed uit dan. Kijk nou even. Kijk nou even hoe dit eruit ziet. Een mooie, prachtige... Wat is dit? Slaapkamer. En ik zou... Oh, ik ga de slaapkamer ga ik wel afbaken, jongens. Het is een luxe slaapkamer. Waar je wel een beetje gewoon privé hebt. Zoals dit door witte ramen of wit glas. Niet helemaal privé, maar het is een beetje privé. Ik ben benieuwd wie deze kamer wil hebben. En of ik er geld aan kan verdienen. Want ik zei dat ik hem gratis wilde doen. Maar ik ben benieuwd of iemand hiervoor wil betalen om deze kamer te huren. Ik vraag het me af. Heel, heel sterk. Dan heb ik hier nog leuke trapdoors die ik zo zou kunnen plaatsen. Misschien. Ziet er wel op zich wel leuk uit. Zo, ja, dit ziet er wel leuk uit. Zoals dit. Kijk nou, kijk deze slaapkamer. Dat is toch gezellig. Hier, kleine carpets erbij een beetje. Hoppakee. Slaapkamer is af. Laten we dan nu een grote chill loungebank neerzetten ergens. Die gaan we hier doen met een tv. We gaan een tv doen. Wij leven in een moderne wereld. Een tv kan. Hier komt de bank zo. Even kijken. Zo ongeveer. Trapdoor aan de zijkant. Hier heb je zo een lang voeteind. En dan hier heb je ook zo een lang voeteind.
Mooie bank dit. Tafel hier in het midden. En hier komt dan die tv te staan. Even kijken. Met een grote tv-meubel. Zoals dit. Een mega tv-meubel. Helemaal leuk. Halen we die zelfs weg. Hier maken we weer een mosblok van. En dan deze keer op het mosblok. Niet alleen gras, maar dat doen we leaves op het ding. Hier, hoppakee. Dan moet ik heel even wat zwarte concrete halen voor een tv. Want ik weet dat ik die heb. Nou, ja, zwarte concrete hebben. Heb ik ook levers en zo? Of leaves, hoe heet die dingen? Hendeltjes en zo. Buttons, handles, tripwire hooks, paintings. Flowerpots neem ik nog mee. Bookshelves, grindstone, ovens, kisten, barrels, anvils, lecterns en endrots tot slot ook meenemen. We hebben gewoon allemaal leuke decoratieblokjes nemen we mee. Dan is het Elytra Hotel. Begint al langzamerhand heel leuk te worden hier. Het is echt al een leuke kamer aan het worden. Hier heb je een grote flatscreen tv. Met buttons aan de zijkant. Hendels aan de zijkant. En misschien zelfs een tripwire hoek hier. Dan de painting kunnen we misschien gebruiken om hem te vullen. Denk ik. Nou, je hebt niet... Oh, er zijn geen paintings van deze grote. Jammer. Oké, dan mag geen painting. Maakt niet uit. In dit hoekje hier doen we boekenkasten om dit een beetje te verbergen. Dat ziet er leuk uit. Creëren we er een leuk bureautje bij. Even kijken, hoe gaan we dat doen? De inventory zit echt propvol. Zo, een leuk bureautje erbij. Met een stoel hier die naar achter is geschoven. Met een trapdoor als leuning. Oh, verkeerd om. Hoppakee. Een flowerpot doen we erbij. Kijk, dan heb je een leuk bureautje daar. Hier nog een lectern aan de achterkant van de stoel. Zo, dan kan je hier lekker in je bureautje kan je zitten. Heb je een tv, je hebt een slaapkamer. Dan moet er nog een beetje kistruimte komen. Waar je wat spullen kan opbergen. Hier gaan we gewoon een kast creëren waar mensen hun spullen kwijt kunnen. Hier kunnen ze allemaal gewoon alles kwijt wat ze willen. Hoeven ze niet meer zorgen te maken over dat ze hun spullen niet kwijt kunnen, weet je. Ik zie wel hoe dat in een hotel gaat. Dan nemen ze al hun kleding mee. En dan kunnen ze het gewoon nergens kwijt. Dat is ook niet de bedoeling. Dat is ook helemaal niet de bedoeling, hè. Dat het allemaal op die manier gaat. Hier, kijk, doen we hier nog een painting leuk. Nee, ik wil een nieuwe painting. Een mooiere. Kom op. Een mooie nieuwe. Zijn er geen nieuwe in dit formaat? Wat een scam, hé. Dan doen we deze. Doen we hem mooi dicht barricaderen zoals dit. Oh, dat ziet er leuk uit. Hebben we nog wol voor een tapijt? Ja, we hebben hier nog gele tapijten. Kunnen we nog een geel tapijtje hier maken? Kijk, hier doen we nog een leuk geel tapijtje erbij. Zo. Dan heb ik nog lampen nodig. Een beetje licht. En daarvoor heb ik die endrots mee. Hier, die endrots kunnen als een soort bekabeling lijken. Weet je, alsof hier bekabeling loopt. Hier, dit is gewoon bekabeling. Hoppakee. Hetzelfde hier, hier loopt ook bekabeling. En hetzelfde hier loopt ook bekabeling. Hoppakee, dat is er genoeg licht. Nog een random grindstone erbij. Wat gebeurt er als ik dit blok hier weghaal? Nee, dat is niet de bedoeling. Kijk, doen we zo. Doen we hier nog twee oven. Eén. Ik weet het niet, wacht. Hier is nog een oventje, leuk. Een beetje random, maar het ziet er op zich wel grappig uit. Ik denk dat we dit dan wel af hebben. Oh, laten we nog even het balkon een beetje gezellig maken. Het balkon is nog niet helemaal gezellig. We hebben in ieder geval wel een hele gezellige ruimte hier. Het balkon, daar moeten we hetzelfde concept hebben. Laten we eerst gewoon even een plekje doen waar je lekker 's ochtends je broodje kan eten met je geliefde hier. Zo, dan zitten ze gezellig daar, weet je. Lekker een broodje te eten, lekker uitzicht over alles. Ze hebben natuurlijk een geel tafeltje ook. Zo, hoppakee. Moeten er nog even wat lampen gemaakt worden. Zo, dit is weer elektronische lampen die hier hangen of staan. Hier nog een lekkende zombie die gaat naar beneden. Jij hebt niet betaald voor het hotel, wegwezen jij. En veel doen we er neerzetten. Oh, ik heb ook gewoon lanterns bij me. Meen je dat? Ik had het niet eens door. Dan kunnen we die hier doen. We hebben hier ook nog een balkon, jongens. En dit balkon is... wat gaan we hier doen? Ten eerste even twee lanterns ophangen. Nou, trouwens, hier kan ik juist die bekabeling eindelijk een keer mooi doen. Hier kan ik het daadwerkelijk als bekabeling maken. Door het gewoon zo, hoppakee, te plaatsen. Hier staat gewoon een stoeltje zoals dit. Die staat er gewoon, dan kan je zitten. Dit is toch geen mooi uitzicht. Kijk op die satelliet, kijk daar. Je kijkt hier op die schotel, bedoel ik, op airconditioning. Op een, hier een prullenbakken, weet ik wat het allemaal zijn. Gewoon op troep kijk je uit daar. Deze is ook een beetje rommelig hier. Deze mag je lekker zelf opruimen. Dat zijn voor de mensen die van opruimen houden. Dan gaan we wel nog een beetje groen toevoegen hier. Zie je, het is echt... Dit balkon hier is vies. Dit is gewoon niet over nagedacht over dit balkon. Deze deur klopt trouwens niet. Die hoort zo aan de binnenkant. Dit balkon is niet opgeruimd. Het is niet goed geregeld door het hotel zelf. Maar dat is niet mijn probleem. De binnenkant is wel heel leuk van de kamer. Het is een gezellig interieur, vind ik. Lekkere slaapkamer hier. Leuk tv'tje waar je niet helemaal recht voor zit, zo te zien. Maar dat maakt niet uit. Ik ben tevreden met deze hotelkamer. De enige manier hoe je kan komen is door te vliegen. Maar als je zo kijkt, ik bedoel dat het een interieur heeft. Dat geeft het op zich ook van een afstandje. Dat maakt het van een afstandje ook gewoon een stuk leuker, jongens. Dat het gewoon interieur heeft. Uiteindelijk is het misschien ook wel handig als ik gewoon heel dit gebouw interieur geef. Ik weet niet of ik dat wil doen. Maar dit is toch wel gewoon leuk. Nou, halen we dit hier, dit gedeelte weer even weg. Laten we nog even flauwe pot op de grond daar.
Alright, helemaal tevreden. Laten we de volgende verdieping maken. Maar daarvoor wil ik andere kleur wol hebben. Ik wil niet geel gebruiken voor die verdieping daarboven. Laten we even een andere kleur pakken. Allemaal andere kleur wol. En voor de rest heb ik denk ik nog wel genoeg spullen. Oké, en aangezien het nacht is, ik weet niet waarom ik dat niet eerder over nagedacht heb. Dan zou ik gewoon even mijn eerste dutje in dit hotelkamertje kunnen doen. Hierop, oké, gaan we gewoon lekker daar slapen. Oké, naar de volgende verdieping kan je ook alleen komen door te vliegen. Die lighter hotel dit. Uitzicht, dit is wel de exclusieve verdieping hoor, deze. Oh. Laten we heel even de verdieping. Deze gaan we misschien ook een andere vloer. Deze gaan we een andere vloer geven. Nee, trouwens, we moeten wel hetzelfde. Ik vind dat spruishout vind ik namelijk wel mooi als vloer gewoon. Dat vind ik erg mooi. Dat wil ik hier ook hebben. Even mijn werkstationnetje hier buiten bouwen. Oké, laten we deze een beetje in een andere stijl doen. Iets minder industrieel met het koper wat ik eerder heb gebruikt. Laten we hier iets meer hout gewoon gebruiken. Gewoon iets meer houtplankjes. Even kijken, dit kan zelfs nog een beetje mooier hier. Ik besef me nu trouwens dat deze kamers, die hebben ook gewoon nog een uitzichtpunt aan deze kant. Die hebben hier ook gewoon nog balkonnetjes. Kijk nou, dit is denk ik nog wel het leukste uitzicht van allemaal, deze kleine balkonnetjes hier. Die was ik helemaal vergeten in die andere kamer net. Oké, dit is wel een stuk lager plafond heeft deze, dus daar moeten we ook wel even rekening mee houden. Laten we beginnen met de slaapkamer. En ik heb voor deze kamer heb ik blauwe wol meegenomen. Het wordt een beetje de blauwe kamer dit. En nu wil ik de slaapkamer, die wil ik even kijken, die wil ik hier hebben. Gaan we deze deur hier gaan we gewoon inbouwen. Die hoeven we niet meer te zien. Ik wil die deur nooit meer in mijn leven zien. Ik heb ruzie met die deur. En aangezien dit de blauwe kamer... Het is wel heel donker. Wacht even. Zo, aangezien dit de blauwe kamer is, ga ik ook blauw glas gebruiken. Zo, en deze deur die staat open zoals dit. Kijk, die staat open. Dan kan je zo naar binnen lopen. Gaan we hier ook weer een mooi bed creëren. Er is een cartography table in het midden. Het bed er tegenaan. Zo, zo. Zo, zo, zo. Leaves hier leuk. Een armor stand in het midden. Volgens mij heb ik ergens nog de chestplate van Joris' armor. Ja, de chestplate van Joris' armor, die gaan we hier zo opplakken. Oh, oh, wacht even. Gaan we die hier opplakken. Oh, die is ook blauw. Dat is eigenlijk gewoon perfect, Joris. Die armor moet hier gewoon blijven staan. Die is helemaal niet meer van jou. Hier nog leuk. De trapdoors tegenaan voor het voeteinde. Nou, hartstikke leuk bed daar gecreëerd. Nog even hier weer een leuk bureau. En dan heb ik ook wel licht nodig, want het is nu wel heel donker hier. Heb ik lanterns? Ik heb lanterns bij me, volgens mij. Ja, ik heb lanterns hier. Kijk, dan kunnen we ten eerste eentje boven het bed hangen. Nou, boven zijn voeteinde moet hij meer. Hier. En hier ook eentje. Dit is een prachtig bureau hier. Ik heb ook nog vensters. Die kunnen we leuk gebruiken om het hier zo te laten lopen. Deze hier. Dan heeft hij hier de microfoon waar hij zijn podcast houdt. Zo, kijk, dan kan hij in de microfoon praten. Kan hij tegen zijn podcastkijkers praten. Dan heeft hij ook nog een stoel nodig. Alleen deze heeft wel een iets betere stoel nodig dan die hier beneden had. Dus deze gaan we moeten even zo doen. En moet even een deur maken. Kijk, deze heeft al helemaal gewoon luxe. Hoppakee. Zo, die heeft een mega goede dingen, zie je. En ik heb een hendel. Daar zou ik in principe zou ik een betere podcastruimte kunnen maken. Hij heeft namelijk ook een scherm nodig waar hij zijn kijkers kan zien. Althans, zijn aantallen. Kijk, hier kan hij in de microfoon praten. En dan even kijken. Hier zo is ze. Wacht even, even een leukere painting. Hier, kijk. Dit is een hele mooie podcast. Kan hij naar zijn dingen kijken hier. Die erbij. Diamond hier op de grond, want dat zijn zijn verdiensten. Hij, dit is een diamond playbutton. Dan heb je 10 miljoen abonnees deze YouTuber hier. Ongelooflijk. Oh mijn god, Joris is er. Ik moet dit aan Joris verkopen, jongens. Joris. Als de kopermachine werkt. Oh, oké. Okay, wacht, dan gaan we zo naar Joris toe. Geef me 5 min. Even een leuk tapijtje hier, een beetje zoals dit. Hoppakee. Oh, wacht trouwens. Ik kan het tapijt zelfs mooier maken. Ik kan het tapijt 3D maken. Kijk, hier. Omdat we een dubbele vloer hebben. Oh, ja, hé. Zo, dan hebben we die blauwe ruimte hier. Mooie bergen. Helemaal prachtig dit. Dit is toch geweldig hier. Goed, wat hebben we dan nog meer nodig in deze ruimte? Voor mijn gevoel heb ik nu veel meer ruimte dan ik hier beneden had. Deze gaat echt ook weer een geweldig flatscreen tv krijgen. En deze keer gaan we hem wel symmetrisch maken. Laten we eerst de tv doen. Kijk, hier hebben we een tv. Allemaal details aan de zijkant zie je, zodat het echt op een tv lijkt. Dan hier een meubel. Hier een meubel. Planten er tegenaan. Oh, dit gaat even leuk worden. Hebben we even beter licht nodig? Leuke lampjes zo die van het plafond hangen. Dan kunnen... Oh, misschien kunnen we daar lanterns aan hangen. Dan hebben we een half moderne en half ouderwetse lampen. Waar zijn mijn lanterns? Oh, hier gewoon. Kijk. Yo, dit is cool. Deze krijgt een mega bank ook. Zo in het midden. En dan even kijken. Zo. 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 Trapdoors er tegenaan. Kijk dit dan eventjes, hé. Tafeltje erbij. En nu kunnen we wel wat koper gebruiken, want dat hebben we nog niet veel gebruikt. Dus dat kan er wel leuk uitzien, zo. Mini tafeltje is het wel. Dan hierachter kunnen we ook een leuke meubel maken. Kijk, dat is dit een beetje een leuke meubel, want daarbovenop kunnen dan weer bloemetjes. En misschien andere random details. Even kijken, hier een brewing stand bijvoorbeeld, die kan hier weer achter staan.
Moeten we allemaal dingen in de flower pots doen trouwens, maar dat komt nog wel. Dan doen we hier ook nog even een beetje een tapijt. Zo, dat ziet er gewoon leuk uit. Even denken, wat hebben we allemaal nog meer nodig? We hebben een gezellige woonkamer hier. We hebben hier een slaapkamer met een bureau erin staan. Wat gaan... Oh, de kistenkamer natuurlijk. Deze man heeft ook kasten nodig voor zijn kleding. En deze kast gaat echt heel lijp zijn, jongens. Let op, hè. Ten eerste kan hij zijn spullen hier... Oh. Ten eerste kan hij zijn spullen hier kwijt, zo. En hij heeft ook speakers. Deze guy hier in deze ruimte, die kan helemaal alle geluiden helemaal opblazen hier. Iedereen helemaal van slag maken. Vanwege alle herrie. Dan weet ik van wat voor muziek de persoon luistert. Doen we er genoeg kisten bij. Trapdoors erbovenop. Furnaces hier. Waarom niet? Een mooie painting. Nog een mooie painting. Oh, dat zijn dezelfde. Dat kan niet. Alleen dan nog even wat licht hebben we nodig hier. Nou, ik denk dat de lamp hier in het midden zo wel leuk... Oh, dat ziet er heel leuk uit. Dan nog even kijken. Een klein tapijtje hier in de vloer. Dit is helemaal prima, jongens. Deze kamer is van binnen dan ook af. Dan gaan we balkonnetjes gaan we nog even leuk doen. Deze krijgt ook een gezellig plekje om te zitten en om een ontbijtje te doen met de geliefde. Weet ik veel als je die hebt, als je die eetzaam bent. Met een koperen tafeltje. Zo. Een lectern om 's ochtends je boek te kunnen lezen. Dat je je boek zo leest terwijl je naar de frisse lucht en de vrijheid kijkt. Zo, dan is dit balkon is wel prima. Dan even kijken. Dit balkon hier. Gaan we hetzelfde doen? Nee. Ik heb al een idee. Hier doen we een mega grote loungebank. Kijk nou, wat een bank. Wat een gezellig. Kan je met al je vrienden en familie kan je hier zitten. Iets beter uitzicht dan hier beneden, maar nog steeds niet helemaal geweldig. Een tafeltje erbij. Bloemetje. Flauw op... nee, dat is een beetje random. En dan hier ook nog een lectern. En dan doen we hier op het hoekje doen we ook nog een lectern. Nou, dan vind ik dit ook wel prima. Die balkons hebben toch niet zoveel nodig. En dit balkon hier is helemaal leeg. En dan kunnen ze dan gewoon zelf wat... Weet ik voor wat ze willen, weet je? Goed, laten we even de spulletjes opruimen. En dan Joris... Kijken of we Joris kunnen overtuigen om hier te gaan een kamer te huren. Want Joris... Ik kom zo... Ik ga het zo aan jullie uitleggen. Kijken of we Joris kunnen overhalen. Hallo? Joris? Ben je bij je kopenmachine? Hallo? Hey, Joris. Hey. Jongen, hey, je koopmachine doet het, zei je. Ja, hij doet het geweldig. Op zekere hoogte in elk geval, hopelijk. Op zekere hoogte. Ja, ik hoop dat hij het nu nog steeds doet. Vanochtend deed hij het. Hey, voordat je hem wil laten zien. Ik heb iets helemaal speciaals voor jou gedaan. Helemaal voor jou heb ik hier dit gedaan. Jij hebt natuurlijk een Elytra. En jij hebt de rockets, weet je. En jij bent zo vaak nu bezig in deze winkel hier. Hij is ook nog niet klaar, dat kan je zien. Gewoon aan het uiterlijk en zo. Ja, klopt, ja. En ik snap dat ze heen en weer naar huis gaan en zo. Dat een beetje vervelend kan zijn, toch? Ja, ben je vermoeid, heb je een hele reis achterop zitten en zo. Precies. Dus wat heb ik nou gedaan? Als je even meevliegt. Hierheen. Kijk, als we hier heel even landen, zo. Kijk, ik heb deze ruimte hier, die heb ik een upgrade gegeven. Oh. Aan deze kant. Ja, maar... die twee balkonnetjes daar, weet je. Dat is mijn nieuwe Elytra hotel. Daar kan je alleen komen door met een Elytra. Het zijn twee kamers. En ik snap, dit is wel een stuk dichterbij dan je eigen basis. Dus als we nou even omhoog vliegen, de eerste verdieping pakken. Kijk, we pakken eerst deze. Je kan alleen komen door een Elytra. Maar wat nou als je gewoon hier gaat overnachten in de tussentijd dat je bezig bent met je winkel. Kijk, je hebt hier een lekkere tv waar je kan relaxen na je drukke werkdag. Je hebt een goede slaapkamer waar je lekker kan slapen. Een beetje opslag waar je spullen kwijt kan. Je hebt nog een plekje waar je kan studeren en... Misschien nieuwe redstone systemen kan leren en zo. Ja. Je hebt een driekante uitzicht hier. Je hebt goed internet. Ik heb een grote satelliet aan. Dus je internet is ook heel goed hier. Goede verbinding en zo. Dan hebben we niet... Dat is niet het enige balkon. Ik heb hier nog een balkon. Die kan je lekker je ontbijtje doen. 'S ochtends kan je lekker zitten. Oh, beetje ja. Kijken zo. Je ontbijtje doen. En als je nog na wil denken over het leven, heb ik ook nog een leeg balkon hier. Dan kan je gewoon staren. Ja, dan kan je gewoon staren. Ja, en dan gaan we naar de volgende verdieping. We moeten ook vliegen. Het is een Elytra hotel. Het is niet dat ik lui ben hoor. Zo. Hier hebben we de blauwe kamer. Die vind ik wat meer bij je passen. Aangezien je blauwe armor en zo hebt. Weet je. Kijk, hier hebben we de blauwe kamer. Iets meer opslag. Heb je ook muziek. Kan je lekker muziek kan je hier blazen. Je hebt hier weer een grote tv. Waar kan je lekker relaxen met een lekkere lichtbank. En een goede slaapkamer met een heel mooi stukje armor. Die ik overigens de rest ga ik ook nog wel even ophangen daar. Mijn armor hier. Zo, kijk, dat is blauwe armor. Die staat hier ook wel heel mooi, zie je. Dus overigens mag je die nu, wat mij betreft, ook alweer terugpakken. Oh, eindelijk. Was je mijn armor zat? Nou, ik ben maar 3 keer dood gegaan of zo. Ja, mijn armor is niet echt heel best. Ik weet het. Ik heb niet de beste armor. Ik heb wel je boots geüpgraded naar Netherite. Oh, maar ik heb Netherite boots! Let's go! Ja. Dat heb jij gewoon geregeld. Nice. Goeie, doe je. Kijk, hier kan je podcast kan je starten. Kan je zitten en dan kan je zo praten, microfoon en zo. Voor de podcast is dat. Dat klinkt interessant. Ja, hè? Ja, het is een kleine prijs voor, laten we zeggen, 2 diamonds per nacht. Oh.
Ik wou mijn Ender Chest al pakken. Grappig, grappig. 2 diamonds in totaal. Dan mag je even deze kamer gebruiken zo vaak als je wilt. Dan heb je gewoon een... Welke neem je? Nee, wacht, de balkons heb je niet laten zien. Dan heb je weer een eetplekje met leuningen. Deze zelfs, deze is luxe. Die kan je ochtends tegenover heel goed dat Veen kan je speech houden, weet je. Heel goed dat Veen kan meeluisteren. Hier heb je een zieke loungebank voor al je vrienden en vriendinnen. Oh. Ja, en dat andere balkon is ook leeg, dus die kunnen we negeren. Ik moet wel zeggen, dit is wel de penthouse, dus dit is wel... Ja, dit is wel een penthouse. Dit moet hem wel zijn. Dit moet hem haast wel zijn, inderdaad. Nice. Nou, dan leuk. Helemaal top. Waar moet ik allemaal spullen laten? Want hier heb pas geen autosorter. Nee, maar je kan toch wel je spullen. Je kan je shockbox hier allemaal niet kwijt. Ja, oh ja, oké. Okay, ja, 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 je kunt okay, gewoon je koffers doen in deze barrels en zo. En dan kan je op deze manier kan je ook kijken. Het voordeel is, stel je begint je werkdag, je doet je lighter om, je gaat gewoon zo, hoppa. Hierheen, vliegt hier het hoekje om, vliegt hier het hoekje om en hier naar beneden. En je bent zo in je winkel en kan je zo verder werken. Ja, dat is perfect. Ja, joh. Dat is veel beter dan helemaal terug naar je eigen basis gaan. Ja. Ja, nou, je bent opgelicht, dankjewel. Wat? Oh, wacht, ik wil trouwens wel het systeem zien. Ik heb gewoon betaald. daarom ben je ook opgelicht. Oh, maar dat 2 diamonds, dat is niks, joh. Ja, dat klopt inderdaad. Oké, entree kost 2 diamonds. Grapje. Ik was 2 diamonds. Oké, hoe werkt dit? Nou, hetzelfde als vorige keer. Je gaat gewoon hier staan. Je gaat hier staan, je klikt op de knop. Je plaatst je blokken hier en dan druk je op de startknop en dan gaat het helemaal rond. Mag ik het eens doen? Ja. Ik doe deze expo's, wil ik het al doen. Ik heb hier trapdoors. Oh, trapdoors, oké. Dus wat je doet is, je gaat... Oh, je gaat hier staan. Ja. Je plaatst het blok, zo. Dan klik je op de startknop. Ja. En dan blijf je het blok plaatsen. Ja. Toch? Ja. Dit is de enige, zoals dit. En wanneer kan ik stoppen? Je kan elk moment stoppen, wanneer je wil. En dan gaat hij ook gewoon niet meer verder. Nee, dan gaat hij niet meer verder. Oh, dus zo ben ik klaar, dan stop ik, ja. Ja, dan gaat hij nog 1 keer doen. En nu stopt hij. En op een gegeven moment zitten hieronder zitten allemaal trapdoors. Godverdamme. En dan komen er nu een aantal naar boven, dus misschien dat ze zo meteen wel... Oh, wacht, oké. Dan komen ze nu naar boven. Wat een systeem, godverdamme, hé. Vieze redstone. Ja, kijk, daar komt het. Oh, dan valt het naar hier en dan wordt het opgeblazen. En dan komt het hierin terecht. Ja, die trapdoors die komen uiteindelijk. Dit is nog oude blokken. Ja, uiteindelijk kunnen beneden ongeveer 3 stacks met blokken. Dus wanneer je nieuwe trapdoors nodig hebt, dan zet je er gewoon een paar neer. En dan komen er een paar geoxidized uit. En dan... Dat is echt heel handig. Dat is echt een geweldig systeem. Het is eigenlijk gewoon, je kan ze uiteindelijk gewoon 1-op-1 inwisselen. Stel je hebt een stack trapdoors nodig, dan doe je een stack nieuwe erin. En dan komen er een stack geoxidized uit. Hij moet even op gang komen 1 keer. En daarna doet hij het voor altijd gewoon heel soepel. Ja, precies. Jeetje, goed systeem. Als jij hem helemaal af zou maken, dit ook hier, dan zou ik zeker wel gewoon... een regelmatige winkelganger zijn hier. Ja, ik moet nog even... zoals je ziet, ik moet het decor nog een beetje afmaken. Maar nu ik een hotel heb, komt dat goed. Ja, ik wou zeggen, je hebt een hotel. En, dat kan niet meer fout gaan natuurlijk. Nee, precies. Je hebt nu gewoon een plek waar je dichtbij kan slapen en zo. Het is helemaal geweldig. Je hebt een winkel hier tegenover waar je kan shoppen. Je hebt een treinstation als je echt toch naar huis heel graag wilt. Kan je altijd de bus nemen naar huis hier. Voor in die weekenden kan je de bus naar huis nemen. Hotel hierboven. En je kan mijn spullen... Ja, hier heb je... Mag je niet komen, wegwezen. Dit is mijn privéruimte. Oh, het is te laat ook echt. Nee, leuk. Heel leuk. Ja. Ziet er goed uit allemaal. Nou, goed bezig. Fijn. Ja. Ik ga je hotelkamer leeg plunderen. Doei. Er ligt nog niks. Goed jongens, zo hebben wij een mega, 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 mega upgrade gedaan aan ons grote multifunctionele gebouw. Het is een fabriek. Het is een busstation. Het is een kopenmachine. Het is een winkelcentrum. Het is mijn chestroom. Het is een hotel. Er zal nog veel meer in komen. Dan gaan we echt letterlijk... Alles wat je hier kan bedenken wil ik in dat gebouw maken. Het gaat echt een multifunctioneel gebouw worden uiteindelijk. Maar goed, voor nu vond je het nou zo'n leuke video en ben je geabonneerd? Kijk dan ook even lekker deze video. Dit is namelijk een video met mijn editor waarin wij een McDonald's bouwen. Geweldige video. Ik heb erg gelachen. Zeker een aanrader om even te kijken. En nu dankjewel. Spreek je later. Glaasje water. Deel tot hier.